Lunchtijd en lunch is een salade van een blikje tonijn, 30 gram rijst, sla, 2 hele eieren en 4 eiwit. Goed, trainingsgedeelte van de vlog, voor zover dit mogelijk is tegenwoordig op de sportschool. Ik begin elke training met deze warming up. En dat is de bodyweight dip, de pull-up en de side raises. En dit is puur om mijn schouders en mijn schoudergordel goed op te warmen. Het laatste wat ik wil in dit stadium van mijn wedstrijdvoorbereiding is een blessure. Dus zorg ik elke training dat ik goed opgewarmd ben. Gaan we verder met de buikspieren. De buikspieren train ik op dit moment in 2 verschillende blokken. En dat is de ene week is de gebaseerd op een core workout. Dus dan doe ik meestal iets met TRX banden, planken, allerlei stabilisatie dingetjes, vacuums. En de andere week, dat is deze week, hou ik het basic. Ik begin met de machine crunch. En waarom? De buikspieren zijn net als alle andere spieren. En reageren gewoon op progressieve overload. Mensen vragen wel eens hoe bouw je buikspieren. Nou, zo begin je dus. Je begint bij de basis. Hou het op progressieve overload. Net als alle andere spieren. De tweede oefening is er eentje voor de schuine buikspieren. Ook weer met een machine. En in een bulk zou ik er niet voor kiezen om de schuine buikspieren met gewichten te trainen. Omdat je anders een behoorlijke SpongeBob look kan creëren. En het staat niet echt esthetisch als je zijkanten van je buik gewoon wat breder zijn. We willen zo'n klein mogelijke taille hebben. En als laatste een variatie op de leg raise, de reverse leg curl. En deze wijst vanzelf. Het vergt wel enig proberen om precies uit te zoeken hoe je de onderbuik het beste voelt. Maar ook hier geldt weer de regel: progressieve overload. Als je de bike workout uit wilt proberen, onderaan de video staat het volledig beschreven. Laatste calorieën van de dag zijn 2 scoops eiwit voordat ik ga slapen. Kopje thee. En dan morgen gaan we het poseerbroekje passen. Nou, mijn vrouwtje zegt dat dit er gewoon beter uitziet. Het klassieke pompadour model. Dus we zijn maar naar de kapper geweest en het staartje is eraf. En ik moet zeggen, ik ben er ook blij mee. Veel minder gezeik, veel minder wassen en in een staartje doen en bladibla. Dus. Nieuw haar, nu is het tijd voor het broekje uit te kiezen. Let's go naar Den Haag Body and Fashion Store. Schuilt een koning. Ik ben koning piano spelen. Zonder handen. Het is veel donker. Hallo. Gaan we doen? Ik kan zeer slip uit kiezen. Wat voor kleur? Kobalt. Kobaltblauw? Ja, petrol bedoel je? Ik reek, dus ik kon laat te maken. Nou, dat moeten we eerst maar eens zien. Zin in? Huh? Zin in? Oh. Ja, zit goed. Sexy, ja. Hoe zat je broekie? Broekie? Ja, de M was te klein, er kwamen wel ballen eruit. Ja? Dus ik heb maar een L genomen, die sluit voor je aan. Ja, was mooi hè? Ja. En ook de kleur die we zeiden. De deskundigheid bij Body & Fashion. Ja, zeker goed geholpen. Prijzen vallen mee. Hè? Prijzen vallen mee. Nu, ik weet niet. Ja, we hebben ook gelijk bruiningsspray en dergelijke gekocht. En is missie uitgelegd hoe ik dat eigenlijk op moet gaan brengen aan, bij hem. Een dag van tevoren. En helemaal klaar. Nog 3 weken. 3 weken, we hebben alle spullen nu. Dus aftellen. Nu, even lekker eten nog. En, tot de volgende vlog. Laters.